heel hartelijk welkom weer op de bemoedigingssite. Fijn dat je weer even tijd neemt om naar deze bemoediging te kijken. De Heer Jezus is het licht van mijn leven en ik hoop ook van jouw leven. Hij is het licht van onze wereld. Hij kwam in de naam van zijn Vader en in de naam van de Heer Jezus wil ik en mag ik ook dit werk voor de bemoedigingssite doen. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Ik heb erover nagedacht en ervoor gebeden wat ik met dit hoofdstuk moet. Want het is zo rijk en zo bemoedigend wat we hier lezen. Ik wil eigenlijk volstaan met het voorlezen van Hebreeën 11. En het is mijn gebed dat God er doorheen werkt. Bij jou, bij mij, terwijl we samen kijken naar dit woord. En dat het een werkzaam woord is in ons leven door de kracht van de Heilige Geest. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof hebben we het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God zijn vreugde vond. En let wel, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie God wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. En door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen gegeven was wat er zou gebeuren nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. En zo veroordeelde Noach de wereld en verwierf hij gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. En door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar een land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten. Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloof was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Ja, door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daar wel weer heen teruggekeerd.
Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel. Ongelooflijk woord. Mag de Heer jou en mij deze week zegenen met Hebreeën 11. Volgende week gaan we naar Hebreeën 12. Ik bid je God zegen toe en zijn moed uit deze levende woorden. Tot de volgende week.